Generaties lang rijdt deze SRV-wagen trouw zijn vaste route. De kleine rijdende supermarkt wordt al die tijd door dezelfde familie gerund. Wij rijden van wel bij Limburg tot aan Arnhem. En alles daar tussenin ongeveer. Vooral mensen die aardig op leeftijd zijn maken gebruik van deze dienst. Senioren. Dus mensen die iets moeilijker te been zijn en bewijs van waar de kinderen iets verder van weg wonen. Dus dat, ja, daar komen wij aan de hoek kijken. Dus dan een beetje ontzorgen in dat opzicht. En die betrokkenheid wordt gewaardeerd. De modernere bezorgdiensten van grote supermarktketens kunnen daar volgens deze klanten niet aan tippen. Prima. Ja? Hij is behulpzaam en een heel aardige man. Ik rijd niet zelf, dus en ik kom 2 keer in de week, dus ik vind dat wel fijn hoor. Ja. En super deluxe. Ja, je kunt alles krijgen hier. En als het er niet is, dan neemt hij het de volgende keer mee. Ik heb krukken, dus ik kan er goed naartoe lopen. En hij maakt het briefje al klaar. Of dat heb ik al klaargemaakt, een briefje. Geef ik af en dan ga ik hier zitten. En dan komt hij later met de boodschappen. De SRV-wagen dient dus niet alleen maar als supermarkt, maar heeft ook een sociale functie. Toch is er een sterke afname te zien van deze wagens. Ja, er waren er in de hoogste tijd waren er 2500 in Nederland en nu zijn er nog maar 99. Dus ja, als ik me niet vergis, bij de omtrek, ongeveer binnen een straal van 100 kilometer, zijn er geen wagens meer. Dus ben ik de enige, zullen we zeggen. Het is allemaal digitaal geworden. Alleen, ik merk wel dat de vraag komt alweer steeds meer terug. De kleine buurtsupertjes die uit de dorpskernen verdwijnen. En ja, daar kan een grote supermarkt natuurlijk niet bestaan, zo'n kleine dorpskern. Maar ja, als ik daar om de hoek kom kijken, dan is van, ja, dan kan ik die service nog wel bieden. Voorlopig zal deze wagen de mensen in de regio nog voorzien van boodschappen en een stukje nostalgie.